die seilskip St. Christopher met kaptein Bartolomeo. Vaar langs die woeste kus van Afrika, in die nachthemel wink, vreemde sterre so blink. Ons voel verlore, ver van Portugal. Hys nou die seile hoog, tuur met jou seemans oog. Waar is die kaapvaars, die eindpunt van Afrika? Laat ons terugdraai, na vriendelike kaap. Adios, ons wil huis toe gaan. By Walvis Baai verby, geen kaap kon ons nog kry. Die stormwinde waai ons by Kersfees verby. Die nuwe jaar gee net meer son en meer see. Ons voel verlore, ver van Afrika. Hy is nou die seile hoog, hier met jou seemans hoog. Waar is die kaap, waar is die eindpunt van Afrika? Laat ons terugdraai, na vriendelike kaai. Ons wil huis toe gaan. Ooswaarts het ons gedraai, geland by Mosselbaai. Die klipkruis geplant op die bodem van Afrika. Nog 3 dae oos, die bemanning word boos. Bartlemy Adios, ons moet huis toe draai. 10 jaar is lang verby, maar die nee moet hy nog kry. Met de gamma vaar hy weer om Afrika. Maar die kaap van storms het sy geweld. Zijn rotsige standen uit Zuid-Afrika onbekend en onverstuurd voortgeslaan. Worden daar op een goede morgen 3 schepen van die Hollands-Oost-Indische Compagnie die Tafelbaai binnengezeilerd met een man aan boord wat bestemd was om die grondsteen van die Zuid-Afrikaanse natie te leggen, Jan van der Riebeek. Die saluut uit die kanonnen was die wegroep en die uitdaging van die beschaving aan hier die wilde land. Die Hottentot heeft vol nieuwsgierigheid naar die stand gekomen om die nieuwelingen te begroet, want blijkbaar had hier die landing iets anders te beduiden gehad als het gewone bezoek van matrozen. Thank you.
teken van vrede wordt geschenken gegeven. En hier die kennismaking met een nieuwe wereld heeft vooral op die vrouwen van die gezelschap een onuitwisbare indruk gemaakt. Van Riebeek is geweest dat harde en gevaarlijke werk voorlijkt. Maar de ideale en geestdruk het om het moed voor die toekomst bezielt. Hier die achterlijke natuurskepsel zou zijn kinders worden. Onder verstandige leiding zou hulle kan ontwikkelen tot nuttige leden van die nieuwe nederzetting. En die vlag van zijn geliefde Nederland zou ook voor hulle zijn bescherming uitstrekken. Dit was vanzelfsprekend dat die eerste gebouw wat in hierdie wilde door barbaren bevolkte werelddeel opgericht zou worden, een vesting moest zijn. Want dit was nog niet zo lang geleden niet dat die Portugese gouverneur Francisco de Almeida op zijn terugkeer in die oosten met meer dan 60 van zijn manschappen in Tafelbaai door die Hottentotten vermoorden. Van Riebeekse fort had die middelpunt van die Kaapse nederzetting geworden. En zij helpen zij dadelijk beginnen om die ruilhandel vee in te samelen van die Hottentotten. Hulle eenaardige manieren en voedselgezondheid was op hierdie tijdstip voor die nieuwe kolonisten een bron van plezier. Daar is een dag gekomen toen die schapen wat van die Hottentotten gekocht is, die oorzaak van die eerste treurspel in die nederzetting zou worden. Riebeek heeft met onvermoeide ijver gewerkt om aan Zuid-Afrika een nalatenschap te geven, veel groter als die fort wat hij gebouwd heeft. Hij heeft de eerste plaatsen aangeleid en de eerste vruchtenbomen en wingerden geplant, zodat die schepen op weg naar Indië en Tafelbaai van vast vruchten en groenten voorzien kon worden. Hij was die stichter van die burgerlijke familieleven aan die kaap, want op zijn aandringen heeft de Hollands-Oost-Indische Compagnie vrije brieven aan aftredende soldaten en ambtenaren uitgereikt, om hulle aan te moedigen om hulle vervoed in die kaap neer te laten en die vruchtbare grond te bewerken. Oorspronkelijk uitgestuurd om een verversingsstatie aan die kaap te stichten, heeft Van Riebeek in werkelijkheid die grondslag van een nieuwe natie gelegd. Met geduld en goede behandeling heeft hij die vertrouwen van die Hottentotten gewend, waar je van wie nou als knecht op die plaatsen van die nieuwe kolonisten in dienst was. Burgers het hard gewerkt en spoedig was op tafels met vruchten en groenten van alle soorten belaagd. En trots op hierdie vooruitgang kon die geestdriftige gouverneur in zijn dagboek schrijven: alles op tafel is in die kaap gekweekt en die radijsjes groeien mooi. Dank zij die Heer. De
Riebeek was het een gelukkige dag, toen hij uit zijn tuin die eerste Hollandse roos van die kaap aan zijn vrouw kon brengen. Als een belofte en symbool van die vrucht, wat die wilde land of alle arbeid nog zo geeft. En jullie zal allemaal met mij samenstemmen dat ons in hier die belangrijke werk van een republiek met behoorlijke wetten op de bouw die een beter leer als Piet Retief kan krijgen. Vrienden, ik dank jullie voor die vertrouwen wat jullie mij schenkt om mij te kies als jullie leer in ons groot ondernemen. Ons heeft die kolonie openlijk verlaat en geen geheim van ons voornemens gemaakt. Namelijk om onszelf te bevrijden van die verdrukking van een onsympathieke regering en van die onrechtvaardige blaas we daar op ons geleid door belanghebbende en oneerlijke personen onder die dekmantel van God dienst. Ons heeft weggetrek om onszelf te bevrijden. Niet van die wet niet, maar van wetteloosheid. Die wetteloosheid van kapperhoofden en ander oproerige vaarbonden, wat toegelaat wordt om die land in alle delen te verontrusten. Ons is vast besloten, waar ons ook al mag gaan, om die beginsels van ware vrijheid hoog te houden. En om voorziening te maken voor behoorlijke wetten, en de straffen van misdaad. Met een vaste vertrouwen op hier die heilige boek en de genade van een rechtvaardige God, die ons altijd zal vrees en in alle nederigheid probeer gehoorzaam, kan ons nou welgemoed voortgaan tot die verwezenlijking van ons ideaal. Retief, ons vlag. Als je in hom gelooft en zijn wetten gehoorzaam, zal je die eeuwige leven beërven. Om ook horen je nou al alle limchachayake, zo we mogen niet zo in veel om pagaat. Wat ik kan bij inkoos die heen je nou? Zeg je daar eens maar in God. Ja. Wat ik ook kon is toen ze, is die wie, zika kovana, is die chingisa abanduna. En zei je daar eens een duivel? Ja. Lapo ukuhle khona kambe uthi kuyabahle lapho kukubi khona kuyababi na. Die hemel van die goeie en die hel van die slechte. Ja. Yabona lapha ya ukhona isikhulu engathi kasibulawe ngathi isona okuzaba isithunze sibi sika govane sokwamukela bonke abantu abafa benza imsebenzi emibi kepha ke abantu bami abasahambayo bazihinye inkosi. Daar oorkant lijn kaptein wat Etla doodmaak het. Om het uit die duivel gemaakt van alle misdadigers. Maar mijn volk wat leven geloof, dat daar maar één God is. Mena, leongoos. Zem goed jullie leggen en kwasio, mena. Die God is ik. Nu heb jij gehoord wat mijn geloof is. Aaa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 
Dit zou weken kosten om al die waanzinnige mensen over hier die bergen te krijgen. Hier eet mekaar moet gaan, vrouw. Daar gaan te veel kostbare tijd verloren. Wil jij zonder ons verder gaan, Pieter? Ik ga hem voor eet met een klompje burger. Genoeg om een goede indruk op den gaan te laten. Jou helpt is hier bij die mensen nodig. Neem mij samen met jou, papi. Je kan hom niet op echt nemen, Pieter. Niet alweer van jullie naar den gaan niet. Ik kan papi helpen om met die kappers te praten. Buitendien moet er echt wel ook daar wezen als papi ons land krijgt. Ach, toen moet ik zeggen, ja. Daar is niet eindelijk gevaar, niet mijn hart. En die zin kan misschien tot nut weer. Ik wil hem niet terughouden als hij jou kan helpen, niet Pieter. Dank je, moeder. Dit kan niet anders, niet maar het. Ons moet ons krachten hier verdelen. Jij kan voor mij een klompje mans eetstuk om samen te gaan naar Fort Metaal. Ons neem een paar baan samen. Die ander moet die berg oorgaan en aan die voet wachten tot ik terugkom. Goed, ik zal die zaken ordenen. Hubert, heb jij Helle gezien? Ja, Sir George, aan de voet van die Drakensbergen. Een beter Helle gezegd. Ik heb een paar slaven samen teruggebracht, maar die meerderheid weer beslist om het basis te verlaten. Ja, ja, maar die mensen zelf, wat een Helle gezegd. Helle zal nooit omdraaien. Tijd af toen die Britse settlers hier aangekomen zijn. Het daar tussen u en ons die warmste vriendschap bestaan. Nou wil ons graag aan u en uw wegtrekkende landgenoten hier die heilige boefje met een afscheidsgeschenk en een teken van ons hoogachting en ons leedwezen voor uw vertrek. Meneer Thompson, voor die goede woorden en die kostbare geschenk van die mensen van Graanstad, dank ik u van harte. En of schoon ons in die toekomst ver verwijderd van elkaar zal zijn, hoop ik dat ons altijd goede vrienden zal blijven. Thank you.
Maak gauw daar, klein kreer. Meneer, hij wil het koud worden, niet? Waarom heeft al zo'n hoop koers? Alles niet nou op lopers maakt, nie? Een stevige knaapje zoals jij, Paul, had niet lopers nodig om een bok te schieten, nie? Een koel trekt verder en schiet recht uit. Maar hoeveel kaffers kan een koel doodmaken? Niet zoveel als lopers niet. Oh, dit is een andere zaak. Maar hoe komt denk je nou aan kaffers, Paul? Ik hoop ons in vrede leven in die land waarheen ons gaan. Is dat geen kaffers in daar die land, nie, oom? Alles zei, die Zulus en Matabeles is geweldige volken. Maar zal hulle ons daar ongehinderd laten? Ons met ons zaak schoonhul, weer hulle rechten te respecteren. En gereed wees om ons eieren te verdedigen, als ons daartoe gedwongen wordt. Maar, onthou, Ocean, als je eenmaal die wapen tegen jou naaste moet gebruiken, dan is daar geen en kan niet vijandschap meer. Ik hoop ons zal niet meer moeilijkheden hebben zoals in die kolonie niet, oom. Ja, en terwille van jullie jongs van, moet ons nieuwe staat in vrede opgebouwd worden. Wat zal die naam van ons nieuwe staat wees? Wie weet, Ocean. Pieter Tief is nat oud. Ons volk potgieter naar die noorden. Ons olifantjachter praat van een wonderlijke streek daar, wat hulle Transvaal noemt. Transvaal. Dat is een mooi naam, hoor. Oh!
is alweer koers, lijkt het mij. Ja, hij is liever bij de Waans gebleven vanmorgen. Ik verzeker u dat onze gastvrijheid en vriendschap hoog op prijs stelt. En indien mijn onderneming bij Bingham zag, is ik van plan om u weer te bezoeken. Misschien kan ons mekaar tot nutjes als ons samenstaan. Het is niet ons plan om ons van die wereld af te steken. Daar leidt ons pad naar die buitenland. Naar die handel van die landen oorzee. En naar voorspoed. En onafhankelijk. Meneer, ik hoop u zal niet al te zeer op die ganse woorden vertrouwen. En dat u op uw woede zal zijn, zolang als u in zijn land vertoeft. Dank u, meneer Bigard. Maar ons zal voor ons veiligheid kan toch. Het is vrij een boer om die kavels te verstaan. Niet waar, meneer? Jammer net dat ik niet een goede tolk bij mij heb. Waarom neem je niet verhaalst dat niet? Hij praat die Zulu taal zoals de kaffer zelf. Als hij gewillig is, zou ik hem graag staan nemen. Hé hey daar, Halsted! Kom hier, meneer, het dief wil jou zien. Ik vertrek vandaag naar Dingaanse kraal. En zou bijna blij zijn om jou als tolk met ons samen te nemen. Met plezier, ik zal samen gaan. Dank je, Halsted. Elke dag in hier die prachtige land zo vreedzaam kon wezen als vanmorgen, dan zou ik die moed hebben om te hoop op een rechtmatige loon van al mijn werk. Maar daar die skurwe klipkoppie herinner mij voortdurend aan die vruchteloosheid van al mijn pogingen. Als ik denk aan die verschrikkingen wat mijn oor in die afgelopen paar dagen moest aanschouwen. U weet dat Dingaan koning van de Zulus geworden heeft door zijn broer Tjaka te vermoorden. En hij heeft van die tijd af zijn volk regeerd op diezelfde vrede wijze als zijn broer voor hem. Kan dat dan genade of redding weer zo'n monster? Ik denk niet aan hem niet, maar aan die arme volk wat onder zijn vrede tirannie gebukt gaat. Wanneer alle buiten zijn bereik is, lijken ze oprecht en gelukkig. Wie kan dan beweren dat daar geen goed in hun schuil niet? Vrees en bijgeloof regeer voor alle leren. Bijgeloof. Bijgeloof. Dit is wat ons hier moet vernietigen, alleen. Dan zal ons boodschap toegang vinden tot die hart van die heiden. Thank you.
Funani, lapa mfuka zana na. Kosi abelu msebesigi. Checha ubi zibuto libelinye. Size lapa, ifelele. Konya. Het is zeker, meneer Retief. Kom, Halle, ons moet hem verwelkomen. Bij die toedelen achtergelaten. Met hier die paard saamgebrengd. Om de gaan niet door een onnodige persoon te nacht een verkeerde indruk te laten krijgen. Misschien is dit beter zo. Hoewel die gaan bij lief is verkrijgd en daans vertoond. Te zien is hij nou juist bezig om voor je welkomstdaans voor te bereiden. Dit is die gewoonte hier. Man zijn ook toe dat ik omkoel. Ik ga niet kan zijn lief. Hij zei dat als hij komt zijn vrede is. Dan moet die wapens bijgelaten worden. Dat is een zaak van etiketten, hulle, meneer Retief. Laat die wapens maar gerust bij u achterrijden. Goed. En zo vinden we hoe dan? De koning wacht. Welkom is die stilte na al die geraas van die dans. Gedure, dit kan een mens wel zijn. Maar ik denk, zolang het hulle raas, doen hulle tenminste geen kwaad niet. Mongase, wenze yogu, ogushoyo, wakol impela kube, yisihlobo sakho. Ja, Onega is hij, oefenaar. De koning zei, hij is gewillig om uw verzoek van een stuk land toe te staan. Maar als een bewijs van die oprechtheid, vraag hij laat een trofee wat van hem gesteeld is, door mensen wat Europese kleren draagt, zal aan hem terugbezorgd. Als hij dat doet, zal hij goede reden hebben om te weten dat hij uw vriend is. En dan zal hij die land geven wat hij verlangt. Ik is bereid om te doen wat Dingaan van mij is. En zal die gesteelde vier persoonlijk aan ontbrengen om mijn vriendschap te bewijzen. Maar ik zou graag zien dat Dingaan van zijn eigen soldaten met mij samenstuurt. Zodat hulle kan zien dat zij beesten niet door mijn mensen gesteelde zijn. Ja, boh, maar ook wens waar ook voor nou Dingaan. Dus als land aan de zinkom is te ontdelen. Zinkom is zo goed is, dit zo bedaard. Kortwa, denk niet, zo gaat dat kampen, dat band abake. Abai Mosana.
kuze basifakazela ukuthi lezi nkomo bazithonjwanga ngabakithi. Hamba ukhethe abantu abazihamba nabelungu. Bete! Sir Andy Corning, ik dank u. Ja, toch wel, dank u. Alstad schreef hier dat Retief die veer van Dingaan bij Sikonjella gekreerd. Dit is die kraal waar ik een paar van die zendelingen zijn kaffers gezien heb. Hulle draagt ook kleren van wit mensen en wat zeker bij die dieven waar die veer gestolen is. Wel, als dit die geval is, dan wil ik niet in meneer Sikonjella's schoenen staan als Dingaan eerst daarvan te horen komt niet. Wel, mijn zoon, bezorg hier die geschenken veilig aan Dingaan. En als je meneer Retief raadloopt, geef hem onze beste wens. Dan niet vergeet niet, meneer Ugel. Tot ziens, meneer. Tot ziens, allemaal. Tot ziens. Pas op voor de krokodillen en de jugella. Laat het maar aan ons oor. Tot ziens. Tot ziens, heb je genoeg kost in die zaalzak gezet? Ja, dat is goed. Ons zal honger krijgen voor ons daar is. Maar mijn lieve vriend. Wat heb jij op jouw hart? Ik is bevreesd voor verraad bij Dingaan. Piet, ons kan jou niet ontbeeren. Ik is een ziek man en zal misschien niet meer lang leven. Laat mij gaan met mijn twee of drie burgers om die vee aan Dingaan af te geven. Die volken jou nodig. En het ons beste mannen nodig wat nou samen jou gaan. Dat is niet verstandig om zo'n groot commande in die macht van Dingaan te stellen. Jouw begeerte om jezelf op te offeren, doen jouw eer aan, Gert. Maar Dingaan kon ons niet met meer vriendschap ontvangen, als toen ons laatste ontwachtte. Ik heb beloofd om die vier persoonlijk aan hem terug te brengen. En terwijl hij zo lief is voor militaire persoon, is het goed om een klompje van ons beste vechters staande neer. Moet jou niet oor ons wel niet. Ik verzeker jou, hij is glad niet zo moeilijk om meer klaar te komen. Kukhona isiphiwo engithi yisona oyosithanda kakhulu.
Ik heb hem nog nooit die dansplek zo zien schoonmaakt, niet? Waarschijnlijk maakt hij voorbereidings om meneer Retief en zijn vrienden een speciale welkomstdans te geven. Gewone verzoek, meneer Retief. Ons wapens moet beide gelaat worden. Gerald, hier af je geweer. Ik kon niet alles verstaan wat daar geschreven is.
kumakutye ikhatheye ake nihlale niphumuye ibandla lamkeli nikhatheye yala het ver gereis en yala is moe noma yala rust en mijn soldaten staat voor yala dans bedankt de koning en zei aan hem dat dit mij genoeg hier om zijn vriendelijke aanbod aan te nemen ja bon en god wie ons toch deze kwast voor na kijk wel even te laat. Ik zal gaan kijken. Waarom ben je, Daniel?
kan nie. Ek is te swak. Loetjie sal hom red. Daniel, loop tot die ons kindjie sal red. Marie. Alles is uitgemoord. Maar wat van Retief en zijn mannen? Niet het er nog gekomen, niet. Ons weet nou dat Halle dood moet wees. Lieve God. Ons vier en terde is geroof en weggevoerd, en aan alle kanten heer ziekte en ellende. En hier die wanhopige toestand, bleef daar voor ons maar één weg oor. En dit is om terug te gaan naar ons wonings in die kolonie. Ons wonings. Zullen niet afgebrand worden als die kolonie verlaat het niet? Armoede en ellende is al wat voor ons wacht als ons nou teruggaan. Als het voor hier die land betaalt met die bloed van ons dierbaarste. Nou vraag je ons om terug te gaan. Naar de Ari 600. Nou rust in die bloedige aarde van hierdie land van tranen. Kande uit. Waar elkeen wat praat van teruggaan. Maar die government heeft gezegd dat ons plaats weer kan krijgen als ons teruggaan. Ons zal niet teruggaan om ons armoede bespot te worden. Ons het niks meer om te verloor. Behalve net. Zielen. Daar is nie een van ons wat nie deel in die smartelike verliese wat ons getref het nie. En juist daarom moet ons verdriet en rouw die band wees om ons te verenig en kracht te gee in hierdie donker uur. Die skone land van Natal, so genoem ter eer van Christus onze Heer, het vir ons aan die dood gebring. Maar laat hulle wat nou lafhartig wil omdraai goed verstaan dat ons vrouwens nooit zal toestem om hier die land te verlaat voordat ons dierbaars in die onskuldige bloed van 200 kinders gevreek is nie.
trek al die Afrika de harte wat af is weer. Geheliefde. Ons heeft gerekend. Die jaarcijfer is 1938. Nou zal ons gaan vier. Maar onze warmhartige God heeft niet een feest gegeven, maar een herleving. Dit is een wonder in ons oe. Ons zien dit, maar ons doorgrond het niet. Zo heeft die dichter Tosius de herdenkingstrek van 1938 beschreef. Hierdie trek wat in nederigheid op 8 augustus daardie jaar zou beginnen, maar op die dag reeds 25.000 mensen in die straten van Kaapstad vergaderd. Die twee Osseraans wat vanaf Jan van Riebeekse standbeeld vertrek het, zou uiteindelijk 10 worden. Die enkele beplande trekroute zou vermenigvuldig, zodat die waas die ganse Zuid-Afrika deurkruis het. Een 100 jaar na die groot trek het die Afrikaner volk bij elkaar gekom om sy verlede te herdenk en so weer homself te vind. Op Goodwood het Dr. Inje van der Merwe na die voortrek verwys. Omtrent die eerlijke doel van die groot trek was daar nooit geskille onder die trekkers self nie. Oor die ideaal van vryheid was hulle dit roerend eens. Ooral deur op die herdenkingstrek sou die Afrikaner ook sy kultuurgoeder herontdek. So is daar musiek gemaak op Stellenbosch. Soos die trek deur Suid-Kaapland gevorder het, so het die geestdrif toegeneem. Met die hulp van die radio die trekgeest die hele land oorspoel. Na soveel jare van onderdrukking en broedertwis, het het weer tyd geword dat die boerevolk na vore kom, om weer as volk herkend te word. Volk was skielik nie meer skaam om as Afrikaners gekend te word nie. Emotionele bande met die verlede is weer herstel. Vroue het nagte deurgewerk om pragtige voortrekkerrokke te maak. By die aanskou van die waas het die vrouens dieselfde rokke met die waolie besmeer. Op die groot trek is die kinders langs die Ossewa sonder kerk gedoop. In 1938 het die volk uit eie wil hul kinders na die nederige waas gebring om gedoop te word. Talle jong paarkies het op die trekroute getrou. Op die wyse het die volk nie net sy verlede herdenk nie, maar het hy hom ook tot sy toekoms verbind, want die gesonde gesin is die kern van elke lewenskragtige volk. Gedurig deur op die trekroute het die Afrikaner volk se afhanklikheid van die almagtige God ter sprake gekom. Spreker na spreker het oor hierdie verhouding gepraat. Die trekleier Henning Klopper het vroeg op die herdenkingstrek reeds gesê: "Ons is een volk, is door God geroep uit al die nasies van Europa om een volk te vorm. En daar die nasieskap is uit God
geboren is van hem ontvang en dus dan alleen voortgezet wordt, succesvol, in zijn naam en tot zijn eer. Die Afrikaner volk moet aan God verkleefd blijven of hij moet vergaan. Terwijl die Ossewaas weer diepsporen in die volksleven getrapt, het verschillende redenaars die Afrikaner over de betekenis van zijn verleden toegespreek. Rechtheid en eerlijk. Toen meneer G.J. Du Plessis van Riversdal. Die voortrek was het begin van een nationale ontwaking. Een betekenisvolle mijlpaal in de geschiedenis van een volk wat gereed was om die grootste stoffelijke opofferingen te maken ten einde zijn ziel te behouden. Dominee G.D. Worst. Dat is een boodschap van een edele geslacht van onwankelbare, allesdurvende, geloofshelden en heldinnen. Mannen en vrouwen wat zover dapperheid, aanhoud en uithoud vermogens gaan, ongeëvenaard staan in die ganse geschiedenis van die wereld. Een geslacht wat in een land van wemelende zwartes een blanke ras gebleid en wie zijn handelwijze altijd blank en oprecht was. Tini van Skoor. Ons wil vertrouw dat die klop van die Ossewa-wielen die Afrikaner wakker gemaakt heeft om voor hemzelf te denken en te zien waar die pad van Zuid-Afrika leidt. En om te vinden, te zoeken waar hij om bevindt en welke richting hij gaat. Waar die pad van Zuid-Afrika leidt. En om te vinden, te zoeken waar hij om bevindt en welke richting hij gaat. Of hij koers zou, al dan niet. Op plekken zoals Slachtersnek is die volkherinner aan die keuze waar die Afrikaner door zijn ganse geschiedenis in die gezicht staar. Verzet of ondergang. Zo was alle bakens van die verleden en hulle betekenis herontdek. Elk een van die bakens heeft een verhaal van bittere besluiten wat geneem is word, van offers wat gebring is word. Bij Pieter Tiefse graf komt die volk weer onder de indruk van die duur prijs wat hulle voorouders voor Noord-Natal betaald. Van die gevaren verbonden aan een indaba wat een kinderlijke vertrouwen gehoe wordt. Bij die vrouwenmonument in Bloemfontein heeft mevrouw president Stein haar zienwensen over die trek uitgesprek. Ik wens jullie alle zien toe en alles van die beste. In hulle duizendtallen het die Vrijstaters die waans verwelkom. Feestgangers het die Vrijstaatsstadion volgepak. Bij die gelegenheid het vader Kestel zijn oproep tot die volk gedoen om geldelijk bij te dragen om hulle verarmde mede-Afrikaners te helpen. Zo is die reddingsdaadfonds van stapel gestuurd. Maar die reddingsdaad moet daarin bestaan. Dat is niet een reddingsdaad geweest. Dat gaan we toedeel aan mensen. Maar dat een reddingsdaad moet wezen. Waardoor die wat reddeloos is, hulle zelf kan redden. Bloemfonteinse stadsvaders het verzeg om een van die straten van die stad te vernoemen ter ere van die herdenkingstrek. Na hier die onvriendelijke gebaar kon die trekleiders ook niet van die stadsraadse ossen gebruik maken. Afrikaner vrouwen en dochters het uiteindelijk zelf die waas door die Vrijstaatse hoofdstad getrek. Een deel van die trek het vanuit die Vrijstaat oostwaarts geswenk om weer, soos 100 jaar geleden, het toch oor die Drakensberge aan te pak. Aan die andere kant leed die land van Natal. Een land van hoop op voorspoed, van vergezichte en vruchtbare valleien. Een land die drink met voortrekkerbloed. Die eerste bestemming was Pieter Maritsburg se historische kerk. Die eerste paaiement van een verbond wat die boerenvolk met die almachtige God aangegaan het.
en ootmoed en nederigheid, herdenk alle ware Afrikaners vandaag nog die gelofte van Bloedrivier. Hier staan wij voor een heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan hem te beloven, als hij met zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand en onze hand zal geven, dat wij die dag en datum elke jaar als een dankdag, zoals in Sabbat, zal doorbrengen. En dat wij een tempel tot zijn eer zal stichten, waar het hem zal behagen. En dat wij aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erren moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de eer van zijn naam zal daardoor verheerlijk worden, dat de roem en de eer van overwinning aan hem zal worden gegeven. Op 16 december 1938 het een deel van die trekken hoogtepunt bereik, door die hoeksteenlegging van die Bloedriviermonument door dominee Paul Nel, die eerste voortrekkerszoon wat predikant geworden het. 40.000 toehoorders het ook bij hier die geleentheid, zoals telke male van tevoren op die trekroutes, van verskeie sprekers verneem dat die volk nooit kan bekostig om die voortrekkerse ingesteldheid op raszuiverheid en die vrijheidsideaal te verloon. Intussen is die hoofdtrek oor die Vaalrivier, waar die waansgeest driftig een potje stroom ontvang is. Dit was Hendrik Potgieterse dorp en hierdie was Potgieterse mense. Dit was hier in die jaar 1880 dat veldkornet Piet Besuidenhout geweier het om belasting te betalen aan een regering wat hij niet als zijn wettige overheid beschouwd het nie. Daarmee het hij rechtstreeks aanleiding gegeven tot de Eerste Vrijheidsoorlog. Kent gij dat volk van die dichter Tosius levert die overheid, waarin hij die herdenkingstrek tot dusver opzom. Omdat die Ossewaals dan ook van Kaapstad vertrekken door ons monumentale bergen en glansbevoelde vlaktes, is hulle omgolf door die vlammende liefde, geestdrift en opgewondenheid van een ganse natie. Die massa's wat versteend gelijk het, is golvende, spelende, jubelende levenszee geworden. Na lang droogte het die heren uitkomstgebied. In die waans van die hoofdtrek het nou die witwatersrand in die reen genader. Daar was een gevoel van afwachting. Hoe zou die goudstad die waans ontvangen? De trek van Johannesburg was een triomftocht. Belangstelling was het in hulle duizendtallen die reenweer getrotseer in die straten van die middelstad volgestaan. In diezelfde straten waar Afrikaners vroeger hulle skoene deurgeloop het op zoek naar werk, waar hulle bij bijkans elke deur weggewijs is omdat hulle nie die Britse taal kon praat nie. Dit was nie armblankers wat die Ossewaas ingewacht het nie, maar stadsafrikaners wat kon spog met eie skole, eie korante en eie sakeondernemings. Op Brixton Kopje die mense uiteindelijk bij mekaar gekom, waar dominee S.P. van der Walt die sowat 50.000 feestgangers toegespreek het. Ons voorgeslag was gedetermineerd
om die Afrikaner volk als een eigen, zelfstandige en aparte natie te handhaven, wat maar net één thuis te heeft, Zuid-Afrika. Ons mag dit niet verschrijven, niet, zonder om schuldig te wezen aan een ernstige misdaad. Die trekker was geboren in vrijheid, was gewoon aan vrijheid, was in zijn ziel altijd vrij. December 1938, Pretoria. Die stadsklokken en kanonskoten het die trek begroet. Die oude staatskoets van president Kruger het die waans naar de kerkplein begeleid, waarna die optocht vertrek het naar Statieplein, waar die Kruger standbeeld destijds gestaan het. Een schare van 12.000 mensen het alle beschikbare ruimte om die standbeeld volgestaan. Na een kraanslegging was daar een uitvoering door de gezamenlijke koren van de ATK4, die Pretoriase koor, als ook 400 schooldochters. Tussen heeft die voortrekkerbeweging op een schouwspelachtige wijze een bijdrage door die feestvieringen geleverd. Met fakkels wat zo ver als Kaapstad aangesteken is, heeft die Afrikaner jeugd dwars over die land gehardloop om die vrijheidsvlam betijds af te leveren van die hoeksteenlegging van die voortrekkermonument in Pretoria. Vlam steeds in die monument als symbool van die Afrikaner zijn vrijheidsdrang. Op gelofte dag 1938 heeft 200.000 mensen die hoeksteenlegging van die voortrekkermonument bijgewoond. Hier die geleentheid heeft dan ook die hoogtepunt van die herdenkingstrek gevormd. Op die lippen van iedere en elk was daar die woord republiek. Een vrije en een onafhankelijke staat voor die Afrikanervolk. Die vorige avond heeft J.A. Grebe, hoofd van die voortrekkers, zo stalle aan de sprekers voor om die idealen van die groot trek in perspectief geplaatst. Zo die Afrikaner vanaf die begin van zijn verblijf in Zuid-Afrika uiting gegeven aan een begeerte om onszelf te regeren op een wijze wat past bij zijn eigen volksaard. Toen hij die Kaapkolonie verlaat het, was zijn hoofddoel in die eerste instantie niet zozeer om die vaandel van beschaving benoorde die oranje en vaalrivieren te komen ontplooien. Hij was wel beschaver van die binnenlanden, maar hier die beschavingsdaad heeft vanzelf plaatsgevind omdat hij als beschaafde mens op een beschaafde wijze in die noorden kon wonen. Drie vrouwen, directe afstammelingen van die voortrekkers, zou die hoeksteenlegging waarnemen. Een afschrift van die traktaat tussen Retief en de Ngaan, die gelofte van Daanskraal, in die klopperbijbel is als oorkondes in die hoeksteen geplaatst voor die steen zelf gelegd. Thank you.
11 jaar later zou een 500.000 volksgenoten weer hier bij elkaar komen voor die onthulling van die voortrekkermonument. Symbool van het blanke volkse wil om op die vasteland van donker Afrika te oorleef. Als de waarheid wil je vragen wanneer je uitspant bij Pretoria en Brugrepiet. Trek al die Afrika de harten waar dat is weer. Veel liefde en plezier. Laat ons denken aan je verleden en gebieden. Vandaag hier die overwinning te geven, dat ons ter ere van zijn heilige naam een gebouw zal offeren. En die dag, voor alle tijden, als een sabbat en een dankdag zal zien, tot in ons verste naast. Neem jullie posities aan, achter de hekken. En moet eens hier, voor die vijand vlak bij die laar komt. Laat niemand van zijn pot afbewegen, zonder bevelen. Vandaag is ons dag van afrekening met Dinga. En denk aan ons gelofte. Ons zal die macht van die vrede te land breken. En die land veilig maken. Wit en zwaar. Om in te leven. Elkeen op zijn posten. En God zij met jullie. Van man, de lange. Kijk naar jelle burgers, die de goos schieten. Ons moet ons ammunitie sparen. Laat man, jij voert bevel aan hier die kant. De lange, jij voert die sloot. Alle vrouwen, alle horens eet. Aanvallen. Heer die Zulus, doortref alles wat ik nog gezien heb. Arriba! Arriba! Thank you.
staan, Karel. Doe jij het naast? Klaar om weer te komen. Ja, hier die zoelen kapers. Kapers. Ik zwoel aan Boetsa, hoge me Boetsa, te blij zijn op aarde. Ja, boema. Boela, lana, wat hongers. Daar is een vreter in weer, nou komen we ze zich in. Wat goed voor hem. Thank you.
Andrie Pretoria. Ja, hij was een groot man. In die donker dag van het dal heeft hij ons gered van die ondergang. En later heeft hij ons geleid over die bergen naar die vrijheid en vrede van die twee republieken. Vrijheid en vrede. Dit is die twee dingen waarvoor ons zo ver getrek en zo zwaar geleid heeft. En eendag gaan mijn groot zoon ook een dapper burger word van ons ou land Transvaal. Dit is die Transvaal, baie groot zoon. Vreselijk groot my zoon. Van die zwaar hier af waar ons deurgetrek het, tot in die verre noorde waar die Limpopo deur die derde stroom. Oeh, dan is het zeker die grootste land in die wereld. Nee, my zoon. Die grootste land in die wereld is die land van dromen. En dat is net waar jij nou in gaat. Nog, my zoon. Nog, moeder. Dit is een mooi klipje wat jullie daar het. Laat ik dit een beetje zien. Prachtige diamant, meneer Van Niekerk. En tenminste 500 pond daar. 500 pond? Waar hier die diamant vandaan komt, moet nog veel meer zijn. 500 pond? Kan ik weer aankom voor die verdeling van die grond. Mijn oceaan, waar één gezondheid en liefde hier. Daar gebied hier, mijn zoon. Maar toen ons vader gesterf had hij gezegd dat die plaats dus nog twee gelijk verdeeld moet worden. En dan wil Hendrik die grond zo verdeeld dat hij al die wapens krijgt. Maar jij krijgt die beste van je land. Is dit niet beter als water niet? Ach, die president zal die zaak beslissen. Jij is die oudste broer. Jij zal die plaats verdienen. Maar jouw jongste broer zal
eerste keer. Gold reef discovered in the Transvaal. Ounces of gold crushed from every ton of rock. Riche filon d'or découvert en Afrique du Sud. Gold auf der Straße im Transvaal. Millions of capital and men of all nations are pouring into the Witwatersrand gold fields. Pray of them, they fall.
Vandaag hier voor u om nog eens de regering van dit land op mijzelf te nemen. En waar ik gehoor geef aan de roepstem van dit volk, loo ik dat ik die wil van God doen. Mijn hoogste streven zal wees om te zorgen voor de welvaart van die volk. Voor die vooruitgang, voorspoed en onafhankelijkheid van ons land. Als ik zo kijk naar die gezichten hier voor mij, dan zie ik zo bij wat samen met mij geworsteld, gebed en gevecht voor ons land en ons onafhankelijkheid. Hoe weinig ander is daar helaas dat ons niet meer van ons geliederen zal zien. Want de gebieden leiden voor die land der strijd. Op die leidensweg wat ons gevoerd heeft van die plek van ons geboorte tot hier die ver en vreemde land. Al het geval vooral groot en edelzaam. En die wasseling van een klein volkje om hemzelf te handhaven. Die Heer het ons geleid langs het wonderlijke weer. Laat ons dan met een versterkte geloof terugzien op die verleden en daaruit neem alles wat edel en goed is om ons toekomst op te bouwen. En laat ons ons dankbaarheid doen door die tweedracht uit ons midden te vervangen. Why, the gold mines have made the Transvaal rich. And if my ideas of union under the British flag are to be realized, the Transvaal must come in. But how to achieve this without violence, when Kruger insists on maintaining that fourth record of funding? If only we had a Johannesburg, then we could have a united South Africa from the gates of the Zambezi. We humans may divide this country, but nature does not.
Why, if we were to go up in a balloon, how ridiculous it would appear to see all these states divided. Goeie nieuws, Fischer. Nadat Milner mij uitnodiging om president Brugge persoonlijk te ontmoeten aangenomen, staan niks meer in de weg van een vriendschappelijke samenspreking. Die toestand in de Transvaal is baie ernstig, president. Wat zal gebeuren als die conferentie mislukt? Dat mag uitlopen op oorlog. Maar ons in de Vrijstaat zal niks ongedaan laten om die twee partijen tot een betere verstandhouding te brengen. En die vrede voor Zuid-Afrika te bewaren. Van mensen uit alle landen naar de Transvaalse goudvelden stroom. Die boerenbevolking van die republiek is klein en die gevaar is groot. Dat hulle door die vreemde element letterlijk voorzeldig zal worden. Ik is gewillig om concessies te maken waar dat mogelijk is. Behalve op punten waar die onafhankelijkheid van die republiek kraakt. Ik heb die zaak van die Eetlanders eerste genoemd, omdat dit mij ook tegen is dat die dienstwoordige spannen tussen haar majesteit te regeren en die Zuid-Afrikaanse republiek grotelijks verminderd zal worden als ze ons hier die kwestie op een bevredigende wijze kan oplossen. Die eisen van die Eetlanders op die rang. Dames en heren, en een beschaafde omstelling. Boers grieven alleen op een wettige wijze uit die weg geruimd te worden. Maar hoe kan ons hoop om ooit die toestand te verbeteren? Als die recht om te stemmen voor die voornaamste wetgevende lichaam in die land, die eerste volksraad, aan ons ontzij wordt. Daarom moet ons sterker als ooit tevoren daarop aandringen dat ons, in zaken die stemrecht, op een voet van volkomen gelijkheid met die oude boerenbevolking behandeld zal worden.
conferentie is dus beëindigd. En daar is geen verplichtingen daaruit ontstaan. Dat is niet die stemrecht niet. Dat is mijn land wat jullie willen. Die eerste vrijheidsoorlog begon in december 1880, nadat Brittannië die Transvaal geannexeerd had. Die boeren verslaan generaal-majoor, Sir George Pomeroy Colley, ze machten bij Lijnsnek en Kruinspoorte. Colley besluit toe om Majuba te bezet, vanwaar hij die pas kon beheer en kon neerkijk op die boeren ze stellen bij Lijnsnek. Die Britten hebben die berg gedurende die nacht van 26 februari uitgeklim. Daar was 405 Britse soldaten op die berg. Die Gordon Highlanders hebben die noordelijke en noordwestelijke kruin bezet, als ook Gordonse kopie, een van drie kopies voor op Majuba. Daar die zondagochtend, hebben die boeren onmiddellijk, nadat vullen die Britse soldaten op die berg gezien het, plannen we raam om dit te bestormen. Generaal Nicolas Smith, die bevelvoerder, het vrijwilligers gevraagd en drie afdelingses gevormd onder leiding van commandant Joachim Ferreira, assistent veldkornet Hannes Roos en assistent veldkornet Ali Malan. Generaal Smith het opdracht gevierd dat die mannen nu 50, achter die grotse van die eerste plateau moest lijstruil. En na elke Engelsman, wat zij kop voor die woonste brand uitzie, moest schiet. Dat het het moeilijk gemaakt voor die rest van die boeren, om onder vier weken tot recht onder die kruin te komen. Wat willen het voor die middag hier, na een klim van 6 uur, bereikt het. Intussen het Colley opdracht gevierd, dat die berg ter tenminste drie dagen verdedigd moest worden. Hij en baie van die troepen, waardoor stuur die nacht die berg uitgeklimd het toe verloren slaap ingehaald. 10, 12, 45 en die boeren met eeuwige geweer hier op Gordonse kloppie losgemaakt en het vervoerde. Gedurende die volgende uur, en die boeren door die kruin gestroom en die Britten met accurate schietwerk groot verliezen te verdienen. Daar was groot verwarren en die Britten het aan die zuiderkant van die berg tot begint lukt. Generaal Colley, dus nu zijn rechter oor kraak geschiet en dus op die berg oorleden. Die rest van die Britse macht het oor die achterste kruin gesprint en dus bezier. Geschiet of gevangen geneem van die Britse soldaten het 92 gesnuurwil, 134 is gewond en 59 is gevangen geneem. Slechts 1 van die boeren, Hamaker, en daar die nacht gesnuurwil. De tweede 1, hier Groenewald, het later aan zijn honden bezwijkt. 600 is gewond. Dat doen die verschil tussen die Britten en die boeren ze camoufleren en schiet verder. Die veldslag had daartoe geleid dat die Britse bevelvoerders op 21 maart 1889 een vrede overeenkomst getekend had. Transvaal was weer vrij.
Jij met je mandolinkie, ik met mijn mandolinkie, zang ons die okraliekie samen. Zang ons van waterstromen, slangen en olien op woemen, rebok waar haar tien die randjes staan en zo. Jij met je mandolinkie, ik met mijn mandolinkie, zang ons die okraliekie saam. Ons zang, ons speel, van die okraal wat ons nooit nie sal verveel. Jij met je mandolinkie, ik met mijn mandolinkie, zang ons die okraliekie saam. Trompie en die boks om benne, met blikkies daar wie rooie en boesman die brak. Trompie en die boks om bende, met een gedijkte schoenen en een ketty in die zak. Met een gedijkte schoenen en een ketty in die zak. Kan een man dan niet, 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 meer grote vissen van die. Kan een man dan niet, meer grote vissen van die. Kan een man dan niet, kan een man dan niet. Wie maakt vergaans bij lekker, wie maakt vergaans bij lekker, wie maakt ja wie, wie maakt ja wie, wie maakt vergaans bij lekker, wie maakt vergaans bij lekker, wie maakt vergaans bij lekker, wie maakt ja wie, wie maakt ja wie, wie maakt vergaans bij lekker. Zo rijd die trein, zo rijd die trein, die Kimberleyse trein. Zo rijd die trein, zo rijd die trein, die Kimberleyse trein. Hoor daar hoe stoom hy, stoom hy, stoom hy. Hoor daar hoe stoom hy, die Kimberleyse trein. Zo rijd die trein, zo rijd die trein, die Kimberleyse trein. Zo rijd die trein, zo rijd die trein, die Kimberleyse trein. Maar wie maakt vergaans bij lekker? Wie maakt vergaans bij lekker? Wie maakt ja wie? Wie maakt ja wie? Wie maakt vergaans bij lekker? Duits wes is lekker, Duits wes is goed. Duits wes is vol van die boertjiese bloed. Eerst trek ons sonder water, dan trek ons sonder kos. Dan weet ons die boerkies, die gaan ons verlos. Dans met die rooi rok, die hartlam van my. Dis die rooi rok, die rooi rok wat swaai. David de Lange se orkes. Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat swaai. Dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind laat waai. Dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind laat waai. Dis a hondebaaikie, dis a boebaaikie, dis a honderste boebaaikie. Dis a hondebaaikie, dis a boebaaikie, dis a honderste boebaaikie. Dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind laat waai. Dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind, dis jylle wat die wind laat waai. Dis a hondebaaikie, dis a boebaaikie, dis a honderste boebaaikie. Dis a hondebaaikie, dis a boebaaikie, dis a honderste boebaaikie. Môre oompie, môre tannie, waar is Sannie dan? Sannie het gaan water al daar onder by die dam. Ja oompie, ja, môre gaan ons trou. Ja oompie, ja, môre gaan ons trou. O, Boesmanland, vat my aan. Lei my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Boesmanland, vat my hand. Lei my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand.
Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Jan, Jan, Jan. Jou dierbare ding. Kom hang aan mij. Kom hang aan mij. Kom hang aan mij. Soos die kaapse in en by. Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Jan, Jan, Jan. Jou dierbare ding. Ek het jou lief. Ek het jou lief. Ek het jou lief. Soos pap en boelie beef. Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Dis een lekker rooie Jan. Jan, Jan, Jan. Jou dierbare ding. Van haar mans, met een stoppelbaard, wat een brakpan blij. Wat een brakpan blij. Ja, maar een dag zal zij weer naar die naam van melk in heen terug. Hier een boerenmeis, met een straatkaart lijf in. Van pap en vlees en saus of arijs, heel van haar kloem rappie. Zij praat die taal van die Oud-Transvaal. Ja, van die Oud-Transvaal. Hoe mij een dag zal zij weer naar die land van melk in heen en terug. Hier een boerenmeis met de straatkaart blijft niet. Ja, zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen blij. Ja, wat in Londen blij. Zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen blij. Ja, zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen blij. Wat in Londen blij. Ja, zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen blij. Ja, wat in Londen blij. Een boerenmeisje. Wat in Londen blij. Ja, zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen. Ja, wat in Londen blijft, een boerenmeisje. Ja, zij is een boerenmeisje met de straatkaart, leef je wat in Londen blijft. Ja, wat in Londen blijft, een boerenmeisje. Trekkers maar geras in die mielielande.
Leeuwse en klei laat gooi. Kaal gaat zwemmen, katten kwaad. Alles wat ons, blaskennis smaak. Die ochtend stap ons koelte, ons voeten in die mis. Ons het elke ochtend die bus gemis. Kleiosse en klei laat gooi, kal gaat zwemmen, katte kwaad. Alles wat ons, blaskennis maak. Ek verlang na goudgeel gras, kosmos in die veld. Ek verlang na almasse kos, spookstories wat oupa vertel. Jaar is alles wat ons, blaskennis maak. Dis alles wat ons, blaskennis maak. Bok Bok en Kenny Kie, ek het die in die sak en een spoelklip die. Klei osse en klei laat gooi, kaal gaat zwemmen, katte kwaad. Alles wat ons, blaskennis maak. Ek verlang na goudgeel gras, en kosmos in die veld. Ek verlang na oumasse kos, en spookstories wat my oupa vertel. Jaar is alles wat ons, blaskennis maak. Jaar is alles wat ons, blaskennis maak. Ek verlang na goudgeel gras, kosmos in die veld. En spookstories wat my oupa vertel. Ja, dis alles wat ons, blaskennis maak. Ja, dis alles wat ons, blaskennis maak.